Ja, yo, beste kijkers van Daan van Gils. Leuk dat jullie allemaal weer kijken naar alweer een nieuwe aflevering van Reageren op Muziekvideo's. Ik denk dat dit alweer de 6e aflevering is. Ja, de 6e aflevering. En dat betekent, beste kijkers, dat we gewoon weer lekker gaan kijken naar 2 muziekvideo's. Nou ja, ik vraag me af wat voor muziekvideo's het dit keer zijn, maar jullie moeten natuurlijk gewoon reacties blijven sturen. Want ik ben natuurlijk de komende 3 weken ben ik er echter natuurlijk... Of wacht. Wat zeg ik nou? Ik bedoel... Nou ja... vergeet dat maar. Ik versprak me een beetje. Maar in ieder geval, beste kijkers. De komende weken ga ik natuurlijk gewoon weer bezig met deze serie. Maar... ik zal het natuurlijk wel drukker hebben nu ik natuurlijk naar mijn opleiding ga. Maar ik doe alsnog wel mijn best voor jullie. En in ieder geval, beste kijkers, zijn jullie er in ieder geval klaar voor? Ik wel. En dat betekent, beste kijkers, dat we gewoon weer lekker gaan kijken naar video's. Of nou ja, muziekvideo's natuurlijk. Al vind ik echter wel dat ik echt een soort van spraakgebrek heb. Waarom heb ik dat? Maar goed. In ieder geval... beste kijkers, hebben jullie je oortjes in? Nope. Ik wel. Dus dat betekent dat we gewoon weer lekker gaan kijken naar muziekvideo's. En jullie kunnen ook nog steeds reacties blijven sturen, zolang het maar niet een te lange muziekvideo is en als die maar niet grof is. Let's go! Nou, beste kijkers, dat was alweer het eerste nummer dat ik heb bekeken. Ik moet zeggen, ik vond hem prachtig. Hopelijk vonden jullie dat ook. In ieder geval, dat was in ieder geval naar mijn mening een topnummer, eigenlijk. Oké, beste kijkers, ik vond Can't Stop the Feeling echt meteen nu al de allerleukste tot nu toe. Want, beste kijkers, jullie zagen natuurlijk allemaal mensen vrolijk dansen. En je zag natuurlijk ook dat de zanger zelf ook vrolijk danste. Want het gaat natuurlijk vooral om het dansen en lekker uit je dak gaan en swingen en zingen. Daardoor moet ik zeggen, beste kijkers, dat ik dit nummer officieel een 10 plus geef. Een dikke 10 plus. Omdat dit nummer zo goed is. Het zit zo goed in elkaar. Er zit geen grove taal in. En beste kijkers, ik moet zeggen dat dit nummer 100% super leuk is. Dus echt kicken was dit nummer. En in ieder geval, nu gaan we naar de tweede muziekvideo. En die is een stukje korter. Nou ja, maakt mij niet heel veel uit gelukkig. Beter te kort dan te lang. Zolang het maar in ieder geval minstens 2 of 3 minuten duurt. Of 4. Dat vind ik in ieder geval belangrijk. Let's go! Yeah. Oh, beste kijkers! Dat is gewoon letterlijk Frozen! Een soort Frozen remix. Dat is bijzonder. Ik vind het gelijk al een superleuk nummer, beste kijkers. Dit klinkt in ieder geval lekker uit mijn pan, maar... ik zie echt dus geen muziekvideo. Maar verder is de muziek wel goed. Shake my booty like Patrick Star, my bitch in the car.
booty like Patrick Star. Shake my booty in front of my friends. Oh my God, she's naked again. Go best friend, go best friend. Go best friend, go best friend. Shake my booty like Patrick Star. She's naked, oh my God. When are we gonna go spend money? I wanna spend money. Thanks God is my friend. Patrick Star's my buddy. Go ahead, huh, go ahead. Nou, beste kijkers, dat was ook de tweede muziekvideo alweer. Ik moet zeggen, beste kijkers, dat ik de eerste Can't Stop the Feeling in ieder geval beter vond. Deze is ook wel goed, alleen hierbij zit geen muziekvideo, alleen een plaatje. Maar je hoort dan wel op de achtergrond de muziek en het gerap. Dus ik vond het in ieder geval super. Dus deze krijgt een 9,5. En die 0,5 had er nog bij gekund, alleen dan had er een muziekvideo van gemaakt moeten worden. Maar verder is een 9,5 wel goed. Dus duimpie, duimpie. Nou, beste kijkers, dat waren alweer twee nieuwe muziekvideo's van aflevering 6 van Reageren op Muziekvideo's. Ik moet wel zeggen, beste kijkers, dat we alweer knetterhard gaan. Want zolang jullie maar gewoon goede reacties sturen, kunnen we deze serie oneindig lang maken. Als jullie dat niet doen, dan ben ik bang dat de serie misschien al na 10 afleveringen zal stoppen. Maar goed, dat is natuurlijk eigenlijk vooral aan jullie. Ik doe dit natuurlijk wel graag voor jullie, zolang jullie ook iets voor mij doen. En namelijk goede ideeën sturen. Maar mochten jullie dit alsnog wel weer gewoon even een leuke aflevering vinden, druk dan zeker natuurlijk weer even op het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet gedaan had. Abonneren, reageren. En dan hoop ik, beste kijkers, dat ik jullie allemaal snel weer terugzie bij de volgende aflevering of video op dit kanaal. Oh nee, toch niet, toch niet. En ik ga natuurlijk ook gewoon de rest van deze vakantie bezig met mijn eigen dingetjes. Want ik wil natuurlijk ook zelf eventjes vakantie vieren. See you all later!